Vandaag willen we het hebben over welke Lungo koffiecapsules het meest compatibel zijn met de Dolce Gusto machine. Of beter gezegd, ze zijn compatibel, maar welke is dan wel het beste van smaak, prijs, kwaliteit? Daarover ga ik het hebben met Katrien Renders. Ja, kleine nuance, Katrien. Dag, Katrien. Ze zijn dus allemaal compatibel voor die machine. Maar, en je hebt zelfs een voorbeeldje bij, jullie hebben dus op de Lungo koffiecapsules, dat is een belangrijk detail, hebben jullie eens een vergelijking gemaakt. Ja. Ja, dus onze test bestond erin om naar de capsules te kijken die bij een Dolce Gusto machine passen, dus niet een espresso capsules die ook heel populair zijn. Ja, absoluut. En we hebben dus gekeken naar dit formaat van koffies of espresso's. Espresso wil eigenlijk zeggen onder hoge druk, maar duidt ook een formaat aan, zo van 30 à 40 milliliter. Een kleintje. Dat is een kleintje, zoals dat je hier ziet. Maar wat dat wij dus deze keer getest hebben, zijn de Lungo's, wat dat een gewone kop eigenlijk is voor ons. Ja, je bent Project Officer Food, dus je bent experte in alles wat te maken heeft met dat team. En wat hebben jullie nu juist getest? Kan je misschien eerst en vooral iets vertellen over de prijskwaliteit? Ja. Ja, dus we hebben een vergelijkende test gedaan. We hebben 12 merken die van die compatibele capsules op de markt brengen aan die test onderworpen, samen met de Dolce Gusto zelf. En we zijn eigenlijk op zoek gegaan naar degene die een goede prijskwaliteit opleveren. Waarom? We hebben uit de prijsstudie gezien dat een Dolce Gusto capsule dat jou ongeveer gemiddeld een 28 cent per kopje gaat kosten. Mm-hmm. En dan de goedkopere kun je toch wel krijgen voor een kleine 20 cent per kopje. En we hebben gezien dat in de totaliteit dat er daar eigenlijk ook hele goede koffies te vinden zijn. Dat is eigenlijk een derde goedkoper dan. Wat testen wij allemaal? Ja, wij kijken, dat is heel uitgebreid. Wij beoordelen het etiket. De smaak speelt eigenlijk de grootste rol in de eindbeoordeling. Maar we doen ook een aantal chemische analyses. We gaan kijken of er niet te veel gifstoffen, zoals acrylamide of ocratoxine A, in zitten. We gaan kijken naar het vochtgehalte in de koffie, omdat dat belangrijk is voor een goede bewaring, bijvoorbeeld. We kijken ook naar het oplosbaar extract om te kijken of dat het dan een goede body geeft aan je koffie. Dus ja, het is eigenlijk echt wel heel uitgebreid. Ja. En dan vergeet ik nog te zeggen dat we ook naar de verpakking kijken om een beetje de milieu-impact te beoordelen. All right. Dus ondertussen kan je inderdaad voor het Dolce Gusto-machine veel meer merken bieden die capsules aan. Niet alleen prijskwaliteit is natuurlijk belangrijk, Katrien, maar ook de smaak. Hè? Ja, ja. Maar dat testen jullie ook? Ja, dat testen wij ook en dat testen wij heel uitgebreid. Dat gebeurt in een gespecialiseerd labo. En iedere koffie wordt eigenlijk door 60 consumenten geproefd. Blind geproefd natuurlijk, zodanig dat er geen vooroordelen zijn. En dat levert heel interessante resultaten op. Hè? Ja. Want we hebben gezien dat er qua smaak, de consumenten geven een score voor de smaak van de koffie, zijn er daar eigenlijk 4 die een hele goede smaak hebben. En dat zijn dan eigenlijk 3 compatibele capsules die eigenlijk de score van de Dolce Gusto ongeveer evenaren. En Dolce Gusto zelf zit daar ook nog tussen. Hopelijk. Voor hun. Oké. Smaak is heel belangrijk. Prijskwaliteit. Heb je nog advies als je kijkt naar, als je in de winkel staat, hoe maak je die keuze voor de rest nog? Ja, dus je moet sowieso eerst kijken naar welk soort machine heb je. Ja. Bij die keuze kan de prijs eigenlijk ook wel een rol spelen. Want ik spreek hier nu over binnen die groep van capsules, wat is er het goedkoopste? Maar eigenlijk is de filterkoffie nog goedkoper. Ja. En dan voor sommige mensen die grotere hoeveelheden koffie drinken, kan misschien een espresso-machine met bonen goedkoper uitkomen dan een espresso-machine met capsules. Dan komen we bij het advies rond hoeveel kopjes per dag. Ja. Stel dat je alleen woont, dan weeg je misschien ook af van hoe vaak gebruik ik het. Maar wat is het advies daar? Wel, op basis van het cafeïnegehalte in de koffie, dan stelt de Hoge Gezondheidsraad eigenlijk dat je maar 400 milligram per dag zou maximaal mogen hebben. Dus dat komt overeen met de 4 kopjes per dag. Nu, het is zo dat iedereen wel wat anders reageert op koffie en op cafeïne.
Dus ja, de ene gaat dan al wat sneller die effecten gaan voelen dan iemand anders. En zwangere vrouwen die moeten ook hun consumptie aanpassen. Daar zegt men toch maar maximaal 2 kopjes per dag. Ja. Drink je zelf graag koffie? Heel graag. Ja? Je zit aan de bron om te weten wat je moet nemen natuurlijk. Ja. Maar voor mij is ook soms de cafeïneboost ook wel belangrijk. En dan doet het er niet zo heel veel toe. Maar is het een fabel? Mijn tante drinkt na 3 uur in de namiddag geen koffie meer, want dan slaapt ze niet. Ja. S'avonds. Klopt dat? Maar ja, dat is afhankelijk van persoon tot persoon, hoe lang dat effect... Maar dat kan wel. Ja. Oké. Okay. All right. Wij lachen daar altijd een beetje mee, maar ik zal het vanaf nu heel serieus. Ze drinkt dus deca dan? Ja, ook heel interessant. We hebben een aantal jaar geleden dat ook al getest. Omdat er sprake is van bepaalde solventen die nog zouden aanwezig zijn. Eigenlijk door het proces van die cafeïne eruit te halen. We hebben dat ook uitgebreid getest. En die resultaten zijn eigenlijk ook nog te vinden op onze website. Goeie tip. Maar niet lang meer, want dat gaat al over een test die wat ouder is. Ja. Maar kijk, een grote bron aan informatie, jullie website. Ik zit daar ook vaak op. In elk geval, dankjewel, Katrien. En we zien elkaar misschien binnenkort nog wel eens terug. Okay. Merci.